kader over mogelijke nieuwe, strengere maatregelen. Jaap van Wissel van het RIVM en verschillende leden van het oud-management-team waren hierbij aanwezig. Ik ga eventjes wat titels opgeven die hier over de video heen gezet moeten worden, op de audiotrack. Dus je kan gewoon meeluisteren. Deze video moet 5 keer sneller, of weet ik veel hoeveel keer snel afgespeeld worden. En dan moet er nu in beeld komen te staan van ten eerste het poppetje wat we hebben. Dat is een PES-poppetje van Frozen 2. Dan nemen we... Kislev Fresh Citadel Leia Flash Color voor, of deze, zodat ze een beetje gebruind is. deze is voor de tepeltjes, zeg maar. Voor de tepeltjes. Zet hem op voor haar nippels, voor haar perky nippels. En deze is voor de vleeskleur, want we gaan het hele koppetje gaan overdingen. Ze moeten er mooi met die bosjes uit, zo. Nou. Dan pakken we even een hobbymesken. Dan gaan we even kijken. Dan gaan we dat even afsmeren. Het Rode Kruis zamelt geld in voor mensen die door corona geen eten hebben. De organisatie schat dat in Nederland nou, 25.000 mensen in de problemen zitten. Ja, die zitten in de problemen. Die hebben hier niks te vreten. Ja, we hebben een hobbymesje. Die gaan we voorzichtig. En dan willen we hem natuurlijk wel terug kunnen zetten in de schappen. Dan gaan we hier kijken. Of we hem open kunnen krijgen. Dus dan gaan we proberen om eruit te kijken. Hier is hij. Oh, maar dat kon er maar uit. Kon er maar uit. Dus ze wil niet, hè? Natuurlijk in de kleding blijft zitten. In Amsterdam is gisteravond een jongen van 14 neergestoken. De politie op zoek naar 2 verdachten. De incident was in het stadsdeel De Pijp. De aanleiding was dus niet duidelijk. De 2 verdachten sloegen naar de steekpartij op de vlucht. Het jonge slachtoffer was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis gebracht. De recherche doet onderzoek. Amerikaanse corona-adviseur Dr. Fauci is boos dat hij ongevraagd is gebruikt in een verkiezingsspot van president Trump. Hij zegt dat een uitspraak van hem uit zijn verband is gerukt. Dit is het verkiezingsspotje van Trump. President Trump tackled the Biden It's okay. as leadership. I can't imagine that anybody could be... Ja, dan moet je dus ook die oogjes nog doen. Alsof Fauci het over president Trump heeft. Ja, we gaan proberen. Maar in het echte interview in maart bij Fox. Zij is veel te roze. Dat is ook het hele punt. Ze is totaal niet realistisch. Nou, we gaan eerst even beginnen met die kleding. Die kleertjes uit te trekken hier. Want ja, je hebt natuurlijk hier weer zo'n beetje zo'n amputee-achtige look dan, hè. Als je dat vlees maakt. Dus die moet er wel op blijven zitten. Dus wat we doen is... We gaan gewoon dit, denk ik, een beetje overdingen, zodat dit in hier valt het haar over de tepeltje, als het goed is. Ja, dus, nou ja, goed. Om direct naar seconde te zeggen. Soms staat er een bui en bij een matige westenwind. Waar het nu gaat, of 13. Avalon Sunset. Kislev Flash. Het ziet er ook wel uit als een meisje van Kislev. Je wilde wel een kistje geven en ze heeft blijven. Kom op. Er staat gewoon een blote poepen door een pestdispenser. Goedemorgen Nederland, Frankrijk en Duitsland denken na over vrijwillige quarantaine in december om toch samen kerst te kunnen vieren. Zijn we toch een Marokkaans meisje? En Amerika dus kunnen we winnen post. Want ja, dat ziet er natuurlijk niet uit, hè? Nou, het is een complexe situatie waarbij politieke spelletjes worden gespeeld, vooral door de Republikeinen. Die willen daar vlak voor de verkiezingen een kandidaat van hoogrechts op doorheen jassen. En dat is echt nog nooit vertoond. Later zijn ook zo'n ondernemer Erik Linken, aan. Er zijn zorgen over nieuwe coronamaatregelen. Ja, of niet? Nee. En wat gaan de democraten doen? Die gaan er gewoon een... die gaan gewoon pack de pack de Supreme Court. Stapel AH toiletpapier. 2 stuks voor €8,99. Ja, dat is ook geen probleem. En onze herfstproducten. AH gesneden stamppotgroente en kruimige aardappelen. Eten ze gratis. Alle AH stormvlees per kilo. €2 korting. En bonsjeskaarsen. 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Erik, heb je nog andere? Al die meldingen van onze telefoons zitten de hele dag achter ons aan. En dat geeft stress. Dus zet je meldingen uit. En hou je mobiel onder de duim. Erik, heb jij nog een lichtere? Want zo gaat ze niet uit de kleedjes, hè? I pop my pills from the best dispenser, yeah. Dan heb ik nu de iPhone SE.